Nu het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid meer heeft, is het speelveld voor de pensioendiscussie ten gunste veranderd. Dat vindt Martin van Rooijen, voorzitter van de Nederlandse koepel van verenigingen van gepensioneerden, de KNVG. Het spel in de Tweede Kamer wordt veel ingewikkelder omdat men niet op voorhand kan regelen dat de Eerste Kamer eigenlijk een bijwagen van de Tweede Kamer is. Dus per definitie een wijziging ten gunste van de pensioendiscussie, zou je dat kunnen zeggen? Ik denk het wel, ook al door de winst van 50PLUS natuurlijk, waarmee duidelijk is dat de ouderen weer meetellen. Hij ergert zich aan het feit dat er in de politiek tot nu toe geen gehoor was voor de dramatische koopkrachtdaling voor gepensioneerden. Wat er is gebeurd is dat de afgelopen 10 jaar zeg maar, de pensioenen niet aangepast zijn aan inflatie, dus in feite niet meer waardevast zijn. Dat merken de mensen. De ABP is dat al 10%. En er zijn berekeningen dat de koopkracht al 15% gedaald is. En als we vooruitkijken, dan weten we dat door die nieuwe pensioenwet die in december aangenomen is, dat ook de komende 10, 15 jaar de pensioenen niet aan de prijzen worden aangepast en dus nog verder in waarde zullen dalen. En dat tast de koopkracht nog veel zwaarder aan. Van Rooijen heeft geen begrip voor het argument dat er geen prijscompensatie gegeven wordt omdat de pensioenfondsen er slecht voor zouden staan. Het geld is er wel. De potten zijn nog nooit zo groot geweest en desondanks moeten de pensioenfondsbesturen aan hun deelnemers, maar met name de gepensioneerden, uitleggen dat er geen geld is om de pensioenen een beetje te verhogen met de inflatie die we nu hebben. En dat is eigenlijk niet uit te leggen en ook absoluut niet nodig en slecht voor de economie. Hoe dramatisch de ontwikkeling ook is, het lukt de organisaties van gepensioneerden tot nu toe niet om een vuist te maken naar Den Haag. Als je gewoon eerlijk bent, en ik denk dat je dat moet zijn op dit punt. Wij zijn als oudere organisaties, zijn er een stuk of 5, 6, wel met 800.000 leden. We zitten niet op één lijn en daar maakt de politiek groot misbruik van door een soort verdeel- en heerspel te spelen. Je komt koffie drinken, je wordt gehoord, je bent er, maar je bereikt eigenlijk niks. En daarmee moet het afgelopen zijn, vindt Van Rooijen. Het is tijd voor een hardere aanpak. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb hier meegemaakt de FNV-demonstratie in december met de Eerste Kamerdebatten. FNV kreeg met veel moeite 500 mensen op de been. Daar waren wij dan ook bij betrokken. En er was geen enkele mediabelangstelling. En die petitie wordt namens 4000 mensen ook in aan. Maar het bereikt eigenlijk niks. Dus harde actie, ik zie ons hier nog niet staan. We zullen een andere, slimmere strategie naar de politiek moeten zien te vinden. Met ook gebruik van sociale media. Maar ook volgens mij duidelijker en ook wel harder, maar daar is eerst eendracht voor nodig. Eendracht maakt macht. En daar hebben we echt nog wel een wedstrijd te winnen. De KNVG beraadt zich de komende maanden op een nieuwe strategie. Hoewel het moeilijk is politiek en media te interesseren voor dit onderwerp, verwacht de KNVG-voorzitter dat zijn leden meer en meer in beweging komen als de gevolgen van de koopkrachtdaling de komende tijd in volle omvang zichtbaar worden. Wij zullen de komende maanden moeten kijken hoe wij ook in verband met de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel op een wat nieuwe en duidelijkere manier aan de bak gaan. Waarbij we overigens weer willen proberen om met de werkgevers, de vakbonden, de jongeren, de pensioenfederatie samen weer een nieuw Start-Plus-akkoord te maken. Want dat is de enige manier als we met z'n allen, alle betrokkenen bij het pensioenstelsel, een signaal aan de politiek geven. Ik denk dat als we goed duidelijk kunnen maken dat dat eraan zit te komen en als we duidelijk kunnen maken hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn, dan denk ik dat er politiek en ook in onze achterban zoveel krachten loskomen dat dat tijd te keren is.